Morgen gaan we beginnen met trommelgeroffel, de Halloween tekeningen. Maar eerst nog even een herfstlijstje. En dit keer laat ik een lijstje zien die gemaakt is van houten boomstronken. Aan de onder- en de bovenkant teken ik een ovaaltje en dan ontstaat er een boomstronk. Die tweede boomstronk teken ik er overheen en hij is een beetje schuin. En dan teken ik de rest van de boomstronken en dan leg je ze een beetje op elkaar. Bij een L zorg ik er altijd voor dat de bovenkant van het hoofdje bestaat uit één lijn met oortjes aan de bovenkant. Daaronder teken ik extra golfjes met daartussen een snabeltje. En die ogen zijn in het begin heel rond. Dan denk je, nou, hij kijkt een beetje vreemd. Dan moet je zien wat er gebeurt als je boogjes tekent voor het lichaampje en pootjes op de boomstronken. Met een paar veren op zijn buik. Dan zijn het juist die ogen die ervoor zorgen dat het een echte L wordt. En dit was hem dan alweer, jongens. Dag 85. Morgen gaan we met Halloween beginnen. Dus pak die spinnen uit je kast en get ready.